De wedstrijd Vitesse-FC Utrecht stond in het teken van Theo Bos. Vitesse won vanavond met 2-1 van concurrent FC Utrecht. We spraken na afloop met Vitesse-speler Armando Obispo en trainer Leonie Slutski. 2-1, wat was het voor wedstrijd? Ja, het was een lastige wedstrijd voor ons. Ik denk dat we beginnen goed. We komen op 1-0 voorsprong. Daarna... eigenlijk krijg je die 1-1 tegen en daarna wordt het heel rommelig. Komen we niet meer echt in de wedstrijd. Tenane viel uit? Ja, precies. Oesje viel uit. Vanuit daar hebben we eigenlijk, vanaf dat moment hebben we eigenlijk de bal niet meer echt rond laten gaan. We hebben het verdedigend gewoon heel compact gehouden en geprobeerd er in de counter uit te komen. Ja, dit waren belangrijke punten vandaag, hè? Ja, zeker, zeker. Zet Utrecht nu op 6 punten, geloof ik. Dus zeker. Ik denk dat we gewoon een hele goede start van de competitie hebben qua resultaat. Ja, en het had eigenlijk 3-1 kunnen zijn, hè? Linssen die had een beetje pech, hè? Ja, we hebben hem net in de kleedkamer ook even met hem gedood. Nu kan je er om lachen omdat je hebt gewonnen, maar als ze een 2-2 maken, dan kijk je er wel anders op terug natuurlijk. It was a difficult game, I think. Yes, it was a very difficult game, and of course we were lucky at the end of the game when we scored a second goal. But sometimes you deserve to be lucky with this football, sometimes lucky on your side, sometimes on another side. But to be honest, today it was a very difficult game, and Utrecht, very good team. We always have a fighting for last 2 years, and like I know, not only last 2 seasons, it was before, now it's a big fighting between Utrecht and Vitesse for position number 5. In the league, I hope maybe it's possible to stay higher. Who knows? I don't know. But in any case, game against Utrecht, which is always very difficult challenge for us. But it's a good start of competition. 6 points difference with Utrecht. Yes, but in any case, we have to keep this level because this is only 9 games. This is only good start. Very important to continue in the same way. How is it with Tanane? First impression, it was looks like very serious, but I think it was maybe painful shock. And right now he's feeling better. And tomorrow we will know final results. But I hope, finger crossed, it will be okay.